Jij bent per jaar 940 euro kwijt. Nee. Oh. Twee, drie keer in de week. Vijf keer per week. Drink elke morgen koffie op het station. Je zou dat een gewoonte kunnen noemen. Wat ben je dan kwijt aan zo'n kop koffie? Koffie verkeerd, 2,20. 2,5 euro. Ik drink meestal een grande cappuccino caramel en die komt al gauw uit op 1,05 euro. Kost toch ook 3,5 euro zo'n beetje? En hoeveel denkt u dat dat ongeveer is op jaarbasis dan? Slaai me dood. Ik ga dat niet uit zitten rekenen. Ik zou het echt niet weten. Ik ben echt heel slecht in bijhoud van dingen die ik uitgeef. Geen idee echt. Dat gaat u nu uitrekenen, begrijp ik? Ga ik nu proberen. Ongeveer 634 euro. 470 euro per jaar. Wauw, serieus? Dat is heel veel geld. 705 euro. Oké, dat is veel geld. 1175 euro. Ik had daar bijna zelf een espresso-apparaat van kunnen kopen. Echt waar? 1480. Shit, dan kun je ook van een vakantie, hè? 1575 euro en zo. 25 cent, meneer. Zeker ervan. Ja, ik ook wel. We staan hier weer stil, je koopt even een kopje koffie en je gaat weer verder. En het is je 2,5 euro of 2 euro wat je uitbesteedt. Nou, per dag valt dat wel mee. Maar ja, als je het op jaarbasis ziet, is dat echt wel veel. Ja, dat is wel schrikken, ja.